Er zijn heel veel halfhoofden in het land die met halve informatie bij u komen. En ze zijn niet halfhoofd omdat ze hier dom zijn. Blinde haat. Als je blinde haat hebt, is dat tegen man dit hoor. Dan hoort je soms, dat las je dit plotseling. Ze verliezen hun hoofd. Ze worden bijna leeg hoofd. Uit blinde haat beginnen ze mensen dingen te zeggen. Beginnen ze dingen te schrijven. Coronavirus, meer dat gaan voor de straat, is uitgebroken. Ik heb 2 mensen in een auto, 3 man, ay, de man, abasaniere. Hele chaos, paniek, bijna 6 uur lang. Dan is er een kasreserve. Talk of the day. Kasreserve is een groot probleem. De man voeromonie en aanzet van de burger. Rustig, rustig. Er zijn wel mensen die boos zijn. Bankiersverenigingen zijn uitgekomen. Dan kan minister Financiën. Wat is precies gebeurd, jongen? Die mensen maken zich zorgen. Halve hoofden met halve informatie. Niet de bankiersvereniging. Die zijn boos. Die hebben gezegd, maar wat doen die andere mensen? Ze hebben ons geld gestolen. Dat geld was daar bedoeld om te gebruiken. Maar er was een afspraak met de bankiersvereniging. En die mannen hebben gezegd, heren nog, we maken een investeringscomité. Dan gaan we samen managen hoe we dat geld gaan gebruiken. Want er moet importen gedekt worden, basisgoeden moeten vertaald worden, intervenering, aflossingen moeten gebruiken. Voor zoveel dingen kan je dat geld gebruiken. Maar het geld gaat gebruikt worden, dat gaat weer aangevuld worden. Dus niet dat het geld niet gebruikt mag worden, maar men creëert die situatie. Het geld is weg. Het geld is daar om te gebruiken, maar de afspraak was... We zouden het samen met de bankiersvereniging doen. En die mannen zijn boos. Want we hebben het nagelaten op de bank, of de governance, of wie dan ook, om in dat comité te maken en dan gaan we het samen doen. Dat is gebeurd. Dus die mannen hebben gelijk. We hadden afspraak, we zouden samen kijken hoe we het gaan gebruiken. We gaan het gebruiken. Niet dat het nog niet gebruikt wordt. Het gaat weer aangevuld worden en gaan we weer gebruiken. Maar wat creëren die mannen? Nu kost het ons zoveel energie. En als we morgen met die verklaring komen, u moet rustig afwachten met de verklaring. Dan is iedereen weer rustig. Yes, 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 yes. Alas papiri orgidok, ja? De paarse ratten. Zullen wij belieden onder de paarse ratten? En natuurlijk, ik als NEP, ik voel het ook. Maar ik ben een beetje gaan onderzoeken. Want een jaar 2020, is het jaar van de? De jaar van de? Juist. Ja, dus ik wil het aangeven. Niet geen muisding hoor. Het is geen jaar van de muis, maar de jaar van de? De Dakwataki. 25 mei 2020 is het jaar van de NDP. De Paarse Raad, ja? En we willen ook aangeven, als de 10e partij toch aan de macht wil komen, laat ze even wachten op de jaar van de olifant. One nation, a great leader, Michael Ashwin Adhin. Kasreserve. Meneer Abdul zegt, wat moeten we iets hierover zeggen, jongen? Ik heb de minister van Financiën gezegd, morgen komt er een officieel bericht. De vraag is, mag kasreserve gebruikt worden? Iedereen praat over kasreserve, maar tekomonie, maar furomonie, maar dat is niet de realiteit. Er zijn afspraken, alles gebeurt volgens afspraken. Als de afspraak met de bankiersvereniging is, dat je kan gebruiken zonder toezicht van de bankiersvereniging, dan kan je het gebruiken. Maar als de afspraak is dat je met hun moet gebruiken, met hun toezicht, dan zijn dat de afspraken, moeten dat doen. Daar is de onduidelijkheid. Hoe waren er afspraken moreel gezien, is dat de issue. Niet of je het kan gebruiken of niet. Wat zijn de afspraken waar aan de hand waarvan je hem gebruiken? Wat hebben die afspraken die we hebben gemaakt? Wanneer kan je het gebruiken, wanneer niet? Laten we even wachten, want ik zie een hele paniek. Laten we even wachten tot morgen. Overmorgen kijken. Dan gaat minister Financiën ons duidelijk geven. Wat waren die afspraken precies? waardoor we kastere sterk op wel of niet konden gebruiken. Laat de morgen horen wat het is, voordat we zoveel dingen zeggen.